Een 23-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale aanrijding in Epe. Een 14-jarig meisje kwam daarbij om het leven. Op de plek van het ongeluk liggen nu veel bloemen. Na lang zoeken heeft het dierenasiel in Arnhem een andere locatie. Dit is voor mensen en voor dieren niet meer echt verantwoord om hier nog te werken. En een onderzoeksbureau doet een laatste poging om de moord op Rini Wielheese op te lossen. Oplosbaar, mits degene die de sleutel hebben ook willen praten. Goedenavond. De politie heeft een 23-jarige man uit Epe aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale aanrijding in diezelfde plaats. Bij die aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag kwam een meisje van 14 om het leven. Het kind werd rond middernacht op de Heerderweg in het dorp Epe geschept door een auto, terwijl ze daar samen met een jongen fietste. Na de aanrijding ging de bestuurder van de auto er vandoor. Gisteravond hield de politie een 23-jarige man aan. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen. Burgemeester Hoorn van de gemeente Epe wilde vandaag niet reageren op het feit dat een 23-jarige inwoner van zijn gemeente is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag. Gisteren zei hij dat het een verschrikkelijk en dramatisch ongeluk was met heel veel impact op de gemeente. Vandaag zei hij, laten we eerst maar eens afwachten wat nou precies de feiten zijn. En die feiten zijn aan het eind van de dag nog altijd niet helder. Gisteren riepen buurtbewoners dat er op de Heerderweg, ter hoogte van de oversteekplaatsen, te hard wordt gereden. Er wordt heel hard gereden hier en in mijn beleving wordt er nauwelijks gehandhaafd. Vandaag was de eerste schooldag na het dramatische ongeluk. Het slachtoffer zat op de plaatselijke scholengemeenschap, waar het droevige nieuws diepe indruk maakt. Leerlingen die daar behoefte aan hadden, mochten gezamenlijk naar de Heerderweg, waar zich een herdenkingsmonument vormt. Het is een komen en gaan van leerlingen van de Rijksscholengemeenschap Noordoost-Veluwe hier naar de plaats van het ongeluk. Ze leggen bloemen neer, in sommige gevallen zelfs beren. Ze huilen, ze houden elkaar vast en ze zijn stil. En ze kijken naar het spandoek met daarop rust zacht Kira. 16 jaar cel en TBS. Dat is de eis tegen Jeremy van E. Hij wordt verdacht van de moord op de 45-jarige Sylvia uit Apeldoorn. Hij heeft bekend, maar gaf eerder in zijn verklaring vooral het slachtoffer de schuld. Verdachte wordt verweten om omstreeks 22 maart 2023 in Apeldoorn met voorbedachte raad Sylvia van het leven te hebben beroofd door haar te verwurgen. Waarom heeft Jeremy van E. geen 112 gebeld? Zelf zegt hij in totale paniek te zijn geweest. Hij wilde haar naar het ziekenhuis brengen, maar onderweg stond er file. En op een gegeven moment kwam hij erachter dat ze al was overleden. Op 23 maart 2023 wordt haar lichaam langs de Wieselseweg in Wenum-Wiesel aangetroffen. In het tweede feit wordt verdachte verweten het lijk heeft weggevoerd en verborgen. Diezelfde paniek zou ook de reden zijn waarom hij haar lichaam vervolgens dumpte. In die paniek heeft hij het slachtoffer en haar familie ook appberichten gestuurd, terwijl van E wist dat ze niet meer leefde. De verklaring van de verdachte en de nabestaanden vandaag in de rechtbank staan haaks op elkaar. Zo verklaart van E dat Sylvia moeite had dat de relatie ten einde liep. Ook zegt hij dat het slachtoffer hem eerder aanviel met een bijl. De officier noemt zijn verhaal ongeloofwaardig. Van E werd al 4 keer eerder veroordeeld voor geweldsdelicten. Gezien het voorgaande acht ik alles overwegende, passend en geboden, de maatregel van TBS met dwangverpleging en de gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar. Ja, over 2 weken doet de rechter uitspraak. Trixie, Joy, Romy en al hun andere dierenvrienden gaan deze week verhuizen. Het oude dierenasiel in Arnhem staat namelijk op instorten. En na lang zoeken is er een nieuwe tijdelijke locatie gevonden. Joy is helemaal klaar voor de verhuizing. En ook Trixie krijgt binnenkort een nieuw verblijf. En dus gaat het dierenasiel na bijna 60 jaar weg van deze locatie. Dit gebouw is op. Dit is voor mensen en voor dieren niet meer echt verantwoord om hier nog te werken. Dit is de nieuwe plek op een industrieterrein. Er wordt nog volop geklust. Op de Leemansweg hebben we een pand gevonden dat we geschikt konden maken voor onze dierenambulance en onze asielopvang. Er is nu heel hard aan gewerkt en ja, we zijn bijna zover dat de dieren over kunnen. Woensdag wordt de eerste groep katten oververhuisd, donderdag de tweede groep
En vrijdag komen de honden. En vanaf zaterdag is de bedoeling dat we hier compleet live draaien. Kat Romy moet nog wel even aan het idee wennen. Maar als het goed is, keert het asiel in 2025 terug op de oude locatie. Het pand wat er nu staat gaat helemaal plat. Dat wordt helemaal opgeruimd. En er komt er een heel nieuw natuurvriendelijk en diervriendelijk dierenhuis voor terug. Ja, deze locatie is heel uniek. We hebben hier de ruimte. We hebben hier een elzenbosje naast zitten waar we de honden kunnen laten lopen. En je zit hier op een plek waar je niemand tot last bent. Dus eigenlijk is dit een unieke plek waar we graag weer naar terug willen. Wie heeft de 12-jarige Rini Wielhezen vermoord? Het is vandaag, precies 54 jaar geleden, dat ze werd vermoord in het buitengebied van Gaanderen. De dader die is nooit gepakt. Een onderzoeksbureau doet nog een laatste poging om de moord op te lossen. Afgelopen augustus kreeg het onderzoeksbureau een tip dat op het graf van Rini een zilverkleurig hartje was geplaatst met een klein berichtje. Dat de moord eindelijk was opgelost. En dat Rini uiteindelijk nou rust had gevonden. En dat werd ondertekend door de naam Frans K. Het onderzoeksbureau heeft de man benaderd, maar tot op heden blijft het stil. We willen eigenlijk bij deze nog een keer een oproep doen aan Frans om toch even contact met ons te leggen. Om toch te vragen, Frans, hoe kom je nou toch aan het feit dat hij opgelost is, die moord? De destijds 12-jarige Rini komt op een koude, donkere avond in februari 1970 niet thuis van een gymles. Ze wordt gewurgd en doodgevonden in een bos vlakbij haar huis. Uit nieuw onderzoek van het vrijwilligersteam blijkt dat bij de gymzaal waar Rini gymles had, een groepje wat oudere jongens rondhing. Wij willen heel graag weten wie die jongens zijn. Of mensen die weten wie die jongens zijn. Of mogelijk iemand hebben gezien die achter Rini Wielhezen is aangefietst. Hoe groot acht je de kans dat deze zaak, dat het boek gesloten kan worden? Oplosbaar, mits degene die de sleutel hebben ook willen praten. En nogmaals, nu of nooit. Straks, wie heeft er thuis nog wat ruimte over voor een brandweerwagen? Het moet een droge ruimte zijn en we zoeken een ruimte van ongeveer 300 vierkante meter waar we een x-aantal auto's neer kunnen zetten. Veel schade in Doetinchem door een brand. De brand woedde vannacht aan de Kloostraat. Drie auto's zijn verloren gegaan en drie andere voertuigen raakten licht beschadigd. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie doet onderzoek naar de brand. Bij een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de Elspeterweg bij Nunspeet zijn drie mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 3:00 vanmiddag. De auto en de vrachtwagen raakten elkaar frontaal. De weg is uren dicht vanwege onderzoek. En er zijn al ruim 11.000 handtekeningen gezet tegen de komst van een McDonald's tussen Velp en Reden, waar nu dit Chinese restaurant staat. Bezwaren tegen de komst zijn onder meer de vrees voor zwerfafval en de verkeersveiligheid. McDonald's laat in een reactie weten een fulltime kracht in te zetten die het zwerfafval gaat opruimen. Ook wordt er samen met de gemeente gekeken naar de verkeersveiligheid. NEC verkeert al tijden in topvorm. De Nijmegenaren zijn opgeklommen van de 16e naar de 7e plaats in de Eredivisie. Maar er is nog een andere en kortere weg naar succes, namelijk de beker. NEC speelt morgenavond de kwartfinale van de beker thuis tegen ADO Den Haag. Een eerste divisionist en dus is NEC de favoriet. Ja, maar er is altijd een verschil tussen zelfvertrouwen en zelfoverschatting. En uiteindelijk moet je morgen gewoon weer een nieuwe wedstrijd spelen. En moeten we het eerst weer met elkaar opbrengen wat we de laatste weken doen. Zo mogen we niet denken, want we weten dat ADO gewoon een goede ploeg is. Maar wij komen gewoon scherp voor de dag en dan moeten wij gewoon de winnaars zijn. Niet de ervaren Jasper Sillissen, maar de jonge Robin Roefs was tot nu toe de bekerkeeper. Ja, die gaan morgen ook keeper. Ja. Dat blijft zo tot de finale, mochten jullie die halen? Dat heb ik niet gezegd. Ik zei dat hij morgen ging keepen. En dat hebben we per keer bekeken. En ik vind dat hij de vorige ronde uitstekend heeft gedaan. En vandaar dat hij ook morgen keept. Sherry weet wat het is om de beker te winnen. Wat was het 2015 met FC Groningen meegemaakt? En fantastisch was dat. Dus dat herinner ik me nog goed. Dus ik hoop het weer mee te mogen maken. Dus dat zou mooi zijn. Mooie kans om dichter bij de finale te komen is morgen. En volgens mij is het uitverkocht huis. Dus het is een mooi affiche. Reisboekenwinkels. Ja, er zijn er nog maar drie van in Nederland. En één daarvan staat in Arnhem. Tenminste, nog wel. Want de eigenaar is op zoek naar zijn opvolger. Dit zijn de boeken die er zijn over Antwerpen. Waar gaat de reis naartoe? Naar Antwerpen.
Ja, nu heeft ze al iets uitgezocht, hè? Ja, we zitten te kijken naar verschillende boekjes, welke het handigste zijn, waarin staat wat wij willen kijken daar. Ja, ik wil eigenlijk op vakantie in maart. En ik naar Mallorca of naar Sardinië of naar de Canarische eilanden. En ik kan niet kiezen. Dus. Wil je over de wereld reizen, dan ben je bij Leon Reserveur in Arnhem aan het goede adres. Dit is gewoon van de hele Algarve. Dus dit is de westkant en dit is de oostkant. Aankomende maandag vliegen. En heb je al vaker zo'n grote reis gemaakt? Nee, dus voor het eerst dat ik 16 uur in een vliegtuig ga zitten. Het meeste is eigenlijk wat in al die kasten dat je hier zo vindt. Het gaat echt over specifieke landen of gebieden. Dus daar heb je Italië en je hebt Europa algemeen, Spanje, Engeland enzovoort. Maar hij wil er graag mee stoppen en zoekt iemand om zijn winkel over te nemen. Het houdt wel een keer op, wat mij betreft. Ik heb er niet zoveel haast mee. Maar ja, ik word dit jaar 70. Maar of hij daar zelf aan toe is? Je ziet me voorlopig nog wel even hier, denk ik. Goedemiddag, de Noorderzon. Het Brandweermuseum in Borculo heeft een enorme collectie. Ze hebben zoveel spullen dat er zelfs gebrek is aan ruimte. En de problemen die worden alleen maar groter. Binnenkort wordt namelijk hun extra opslagruimte gesloopt. Nu de noodklok kunnen ze niet luiden in het Brandweermuseum, maar een sirene lukt nog wel. Dit grootste brandweermuseum van Nederland heeft aan spullen geen gebrek. Wel aan ruimte. Zoals je ziet, het is hier behoorlijk krap en zelfs een rolstoel kan hier dus niet tussendoor voor de mensen die dus alle auto's willen bekijken. Het museum heeft al een depot elders, maar die ruimte moet sneuvelen voor de nieuwbouw van woningen. Een opslagruimte was al hard nodig. Het museum wil namelijk af en toe een wagen kunnen wisselen in de collectie. En dat zijn geen kleine operaties. Dat is hem. Als je dus een schilderij tentoonstelling hebt, dan kun je ze een keer omwisselen en dan pak je ze op en dan zeg je ze op de zolder neer. Dit gaat niet. Het Brandweermuseum in Borculo draait geheel op vrijwilligers. Dus het geld klotst niet over de plinten. En eisen voor een opslag zijn er weer wel. Het moet een droge ruimte zijn en we zoeken een ruimte van ongeveer 300 vierkante meter waar we een x-aantal auto's neer kunnen zetten. En niet zo vaak meer ja tegen spullen zeggen, hè? Op het moment zijn we wel een beetje kritischer dat we zeggen, wat aangeboden, hebben we dat ook nodig. En tot zover het Gelders nieuws van maandag 5 februari. Meer nieuws uit de provincie vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een mooie avond. Goedendag. Ja, wolkenvelden vandaag boven Gelderland. Zo af en toe ook wel wat zonnestralen, hoor. Die werden ook waargenomen. En flink wat wind. Op de randmeren werd dit weekeinde, maar ook vandaag, toch wel de surfplank gepakt. Want er staat constant een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten. En voorlopig zijn we nog niet van die wind af. Het wordt toch wel een dynamische weerweek. Want er gaat een hoop gebeuren. We krijgen vooral te maken met veel neerslag. En zeker dus die eerste dagen een forse westenwind. We zien een storing boven de Noordzee liggen. En die storing komt langzaam naderbij. Die gaat in de loop van woensdag uiteindelijk weer passeren. Gaat voor flink wat regen zorgen. Hier zien we dat gebeuren. En later gaat die storing ook weer naar het noorden bewegen. Dat betekent dat we dus flink wat nattigheid gaan krijgen. En ook donderdag en vrijdag moeten we de paraplu bij de hand houden. Vanavond is dat niet nodig, dan blijft het vrijwel overal droog. Wel is er veel bewolking en dat betekent dat het zacht blijft. Temperatuur ligt rond de 10 graden. En ook in de avond en nacht staat die forse zuidwestenwinter. Die is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Bij de randmeren waait het af en toe nog wat harder. Ook vannacht blijft die wind gewoon doorstaan. Temperatuur die daalt iets en de bewolking die gaat wat dikker worden. En dan kan er toch weer hier en daar een spatje regen of motregen gaan vallen. En dat geldt zeker ook voor de dinsdag. Dan is het ook bewolkt en dan valt er van tijd tot tijd regen of motregen. Het is wel erg zacht met 11 graden in heel de provincie. Ook morgen overdag staat die forse zuidwestenwinter die vrij krachtig is en soms zelfs krachtig. Ook vlagerig kunnen ook best wel wat windstoten voor gaan komen. De dagen erna dan. Ja, veel regen. Ik gaf het al aan. Op woensdag, donderdag en vrijdag is het ronduit nat. Temperatuur op woensdag en donderdag wat lager. Ook de nachttemperatuur komt dan wat lager uit. Maar vrijdag en zaterdag is het overdag toch wel weer erg zacht voor deze tijd van het jaar bij 12 graden. Maar het weerbeeld is wel wisselvallig. Nog fijne dag.